Laten we eerlijk zijn. Ik ging niet vreemd. De balans is per saldo 1 keer doorgeslagen naar een iets te intieme setting met die vrouw. Ik heb jullie toegevoegd aan de buren groepsapp. En bij deze voorstelling is mijn haar een ritueel. En normaal willen wij heel veel in de kleedkamer. Ik zou zeggen dat ik toch het meest vitaal nog ben van de drie. Hé, stop maar met filmen nu. Weet niemand, maar ik verstop altijd mijn spullen in mijn schoen. Dus voor nu, dieven. Vanaf morgen zit hij in je onderbroek. Maar vanaf morgen zit hij in mijn onderbroek. Even geplakt worden van tevoren. Zo. En het is ook wel een beetje, staat een beetje symbool voor de man die ik speel. Die probeert overal controle over te houden. Maar gedurende de voorstelling langzamerhand gaat zijn haar alle kanten op. En is hij alle controle aan het kwijtraken. Nu helpt het dat ik denk, ah ja, maar dat ben ik niet zelf. En als je echt aan het wachten bent, dan kan ik niet tegen. Dus ik ben eigenlijk altijd tot het laatste moment bezig met dingetjes. Zijn jullie ook mensen die last hebben van hun buren? Hoe voelt dat nou, hè? Als je moet smeken om vergeving. Afgeacteerd. Ja, ja. Hoe je met hoe zij een dubbelrol spelen. Ja. Jij blij dat ik er ben? Ja, ja, knap gespeeld. Ja. Heel knap. Spraak dat yoga-handjes voortaan please, please betekenen bevestigen met een spierbal. Otto! Ik heb alles onder controle! Godgloeiende!